Het was even geleden, maar we hebben nog eens gewonnen. De boeren van Lier werden vakkundig tot zimmerpuree verwerkt. We kennen ook al onze volgende tegenstander in de Paprika Chips Beker en we blikken vooruit naar de match tegen Genk van aanstaande zaterdag. Met andere woorden, geen tijd te verliezen. Dus ikzelf, Bob de Jong, vlieg erin met... Geron de Wulf. En... en Dirk Peters. Welkom bij de Vierkante Paal nummer 303. Heel erg, uh, genoeg, ja. Hey, dag Geron. Hey. Goedemiddag Bob, Geron. Dag Bob. Okay. Hoe is het met jullie? Savakkes, het is lang geleden. Uh, ik heb mij niet meer in de podcast gehad uh, tijdens alle verliesmatchen, dus ik mag nog eens en we winnen. Dus ja, ik heb toch wel een beetje het gevoel dat dat ook een beetje aan mij ligt nu. Uh, dus we moeten eigenlijk massaal uh, <laughs> Geron beginnen zingen. Nee, of mij heel veel in de podcast <tie> hebben nu. Ja, ja, ja. Zeg, we zullen beginnen met het, uh, het laatste nieuws van de dag. Uh, we kennen onze tegenstander in de achtste finale, denk ik zeker, dat is van de, de Beker van België. Charleroi, Dirk, vertel eens. Zijn je daar content mee? Poh, ja. Ik denk, uh, ik sowieso, zoals Arichi het zei na de wedstrijd, een thuismatch. Dat hebben we, dus dat is al uh, voor 70% goed ingevuld. Daarna had het voor mij nog een, een makkelijkere een tegenstander mogen zijn. Dat is niet het geval, maar ik denk ook dat het zwaarder komt. Dus ik denk dat we met er wel nog wel... Allee, het, het is haalbaar, het is zeker niet, het is niet dat je een bewijs aan spreken door moet of, of weet ik wat. Het is, ja, ik, ik kan daarmee leven. Ja, Geron, Dirk zegt haalbaar, maar het is wel een zwart beest. We hebben daar... Weinig van gewonnen het laatste jaar. Ja. Nu, Dirk, je kunt ermee leven, je moet ermee leven. Want dat gaat niet meer veranderen, Dirk. Uh, dat bent je uh, nooit in, in voetbal. Ik denk wel dat we. Er <laughs> um, gaan misschien wel genoeg uh, revanchegevoelens zijn. Omdat ik ook het gevoel had dat we de laatste match tegen Charleroi eigenlijk nooit hadden moeten verliezen. Dus, en vorig jaar ook niet. En, en vorig jaar ook niet. Dus ik denk dat we. Ja. Als we zoals vorig jaar spelen, dat we dertig kansen hebben. En niet scoren, dat we ze nu gewoon 30 moeten creëren en 20 keer scoren of zo. En dan is het allemaal vergeten. Hmm. Er was wel iets, iets vreemds aan de hand. De loting ging zogezegd live gebeuren om half vijf. En in onze WhatsApp-groep wisten wij om half vier, vier uur, ik weet het niet precies, wisten wij onze tegenstander al. Want er ja. stond al blijkbaar. Dirk, wat was er aan land dat jij het een beetje kunnen volgen? Ik heb het niet, uh, niet gevolgd, want ik was, uh, ik was op het werk en ik zag de WhatsApp wel verschijnen, maar ja, weet je, je weet nooit of het allemaal uh, klopt of niet klopt. En, en dat ze wat we testen op de achtergrond. Maar blijkbaar klopt het toch alle, alle wedstrijden dat wij we al doorkregen een uur voordat de live loading was. Ja, dan stel ik mij soms wel vragen in hoeverre. Uh, en dat heb ik met een beker al regelmatig gehad, want ik vind dat je veel te veel derbies regelmatig hebt en zo. Toevalligheden van die spel tegen die. Nou, we gaan er altijd maar vanuit dat het toch eerlijk verloopt ja, ja. en dat het, uh, ja, dat het zo moet zijn. Hè? Het is, uh, is live on tape. Het was live on tape loting, denk ik. Ja. Uh, um, ja. Het is erg dat dat naar buiten komt. Als, als je. Weet, men kan het kan nog altijd zijn dat dat gewoon echt eerlijk gebeurt. Maar als dan zeggen van. Hé, hey, de loting is vanmiddag gebeurd, we hebben het gefilmd en we zenden het nu uit. Dan krijg je toch een ander gevoel dan. Het is live en we weten het al een uur op voorhand. Ja. Ja, het is, het, is dat, het, is, het is dubbel. Het is wat een Dirk zegt. Je hebt dan altijd die matchen die je eigenlijk wilt zien. Hè. Vorige ronde zei dan: Obularé van Spits van Lierse Ik wil graag tegen de Antwerpen spelen. En als het kan thuis, op twee balletjes, Lierse, Antwerpen. Dan denk je ja. van: okay, en nu allemaal. En nu maar... mag former toevallig nog Klebrugge. Ja, wel. En je hebt zo meestal en... zo Genk tegen Sint-Ruiden. Of, of zo Mechelen-Liersen. Dat is zo. Ja. Ik heb ja, en het daar soms wel je moeilijk dan, mee je, je je met mijn dingen. Vaak, <clears throat> ja. 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 En je hebt dan vaak toch, ook al is het maar de achtste finale, en dat toch al graag één kraker. Dus dat is in dit geval dan ander dan daar. Maar al de rest van de toppers mijden mekaar. Dus dan denk ik, in hoeverre is dat toch niet een klein beetje gestoken. Gerad. Ja, ik had ook wel graag tegen knokken gespeeld of zo. Ik ook. Ja. En toen hebben knokken. <laughs> nou, wel dat respect, <laughs> dat perfect is. Ik kreeg ja, ja, maar goed, Shalarwe. Bon. Ja. Bon, de Beker, vorige ronde. Um, op de Tegen de Boerkjes van Lier. Um, hebben jullie thuis gekeken? Zijn jullie in het stadion geweest? Want het was dichtbij. Thuis Dirk. gekeken, ja. En Geron? Ik heb op de bowling gekeken. We zijn met de hele <laughs> familie gaan bowlen. Ik heb op mijn GSM gekeken tussen de strikes die ik allemaal gegooid heb. En dan uh, vannacht nog wel even heel de match ja. op grootscherm her herbekeken. right. Misschien voordat we er dieper in gaan, gewoon kort even Dirk wat vonden van de match. Goed. Ik, uh, ik was tevreden. Het was, uh, het was een beetje zoals ik het verwacht had. Uh, het enige dat ik misschien nog, nog iets meer van Lierse had verwacht. Uh, Ondanks dat ze zo slecht geclasseerd dan en het echt wel erbarmelijk voetbal is, met momenten. Had ik toch zoiets in hun wedstrijd van het jaar.? Zal het toch net iets meer kunnen? Maar ja, ik denk dat de, de machtsverhoudingen uh, terecht waren. En, en ook op de cijfers Duidelijk. te zien dat die uh, gerespecteerd zijn, denk ik. Ja. Uh, we hadden vooraf gespeculeerd dat er wel een paar. Um, verrassingen konden zijn of, of spelers in actie zouden komen die we niet te vaak zien. Dat was een beetje. Hè, met de Corbani die ineens speelt en Eleni um, Kena. Um, Lammes. Lammes. Uh, Geron, wat vond jij van de opstelling? We uh, zullen misschien snel Lammes Corbani, van achter Corbani, Elderwijs van den Bos de Laat, Yusuf, Vermeer, Ekkelenkamp, Moya, Eleni Kena en Balikwisha Wat vond jij van die opstelling? Uh, deels was ik uh, blij, uh, maar had ik graag ook de EUK een keer wat langer gezien. Ik denk veel mensen. Ja, um, ik was blij ook om, om eens de Lammes te zien, want ja, ik, ik, ik had even niet zo'n fijn gevoel bij Buthé de laatste weken. En zo'n een, een bekerding is dan gewoon om zo'n jongere kipper eens bezig te zien. En ik vond die heel goed gisteren. Um, hij is natuurlijk niet echt getest, hè? Ja, de paar dingen dat, daar moesten toen net een goed gedaan punt. Ja. Um, hij er nog wel een goal uitgehaald van opkensie, dat ja, was effectief ja, ja, wel een ja, save. Ja. Begin van de tweede helft. Dan, ja, hè? begin tweede helft. Ja, wow. Dus ja, die is een ding gedaan. Ik ben uh, verliefd geworden op de, uh, uh, George. Uh, dat is echt een spits die is waar het moet zijn. En nu op drie matchen tijd drie goals en één assist. Oh, dat is niet slecht, hè? Hij heeft drie maatjes tijd, twee invalbeurten ja, ja. En, en één keer 60 minuten. Dus uh, tevreden. Corbani ook. Ik vind Corbani, ja, ik dacht altijd dat, dat een verdedigende middenvelder was vorig jaar, maar dat blijkt een winger te zijn. En ja, die doet dat goed, vind ik. Ja. Uh, zullen misschien inderdaad die assist van Eleni Keena. er is bij al met de eerste goal, uh, die kwam relatief rap, maar dat had eigenlijk al veel sneller uh, 0-1 kunnen staan. Want ik denk Vermeeren, een hele goede kopkans. Uh. Altijd binnen moeten Ja, wein. maar je weet even goed: de die, die is de meter vijftig. Ja, die heeft uh, bij de, de minimen nooit moeten koppen. Want die heeft nooit een bal op zijn kop gekregen. Dus nee, ja, maar. dat is geen kopper, hè. Nee, maar ja, als ze er bij Mechelen destijds een centrale verdediger van wilden maken, neem ik aan dat hij toch af en toe wel eens gekopt <laughs> zou moeten hebben. Ja, maar dan kopt hem weg. Je nooit nog een goal mogen ja, nee, dat is maar, maar je staat wel in de kleine baklijn. Dus op Dirk op had er toch hem gemoeten, eigenlijk, hè, die van Vermeer. Hè? Nee, iedereen kan even goed koppen als Solari, maar daar komen we dan straks nog op terug. Maar die bal moet er altijd in, natuurlijk. Hè, dat... Maar ik moet wel zeggen: ja, ja. Het, het was niet is... supergoed gekopt. Maar ik vond het wel een, een machtige redding van die keeper van Diersen. Uh, een manier hij ja, is... hem die ja, pakt, ja, Want uh, uh, kijk, okay, hij kopt wel wat te zwak en het is niet perfect. maar dan nog, de manier waarop hij een bal eruit haalt, via de paal dan nog. Ja, ik vond dat wel een, een knappe redding. Maar was dat ook niet diezelfde keeper die dan bij de 0-1 effectief al in de fout gaat? Ja, dat was dezelfde keeper. Ja, maar ik wel zeggen... <laughs> die dan nog dat niet toch, Dat is toch diezelfde keeper die dan vijf minuten later... Dat is dan toch dezelfde keeper die vijf minuten later wel, uh, wel een Onder de bal, heeft. Door, ja. Was het onder de bal? Ik weet, ik weet niet meer precies of het tikt hem terug en dan in de voeten van of zoiets. Of nee, hij, 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 ja, hij ging eigenlijk. Die bal die je. Ja, onder de bal, hè, Dirk? Hij springt er hij eigenlijk springt niet. Oh, hij, gaat er, nog. hij gaat er en niet gaat echt hij volledig onderdoor, ja. eigenlijk ook niet. Hij springt er wel mee van die kant erin en, er... en dan toch weer niet. En dan mocht hem zijn eigen nog breed, maar eigenlijk ja, al, al twee meter voor de paal. Dus. Hadden wij dat wel op een goede plek? Absoluut. Maar, maar de keeper ging ook voorbij zijn tweede paal. Hè? En dat vind ja. ik wel een hele rare plek voor een keeper om te gaan. Um, maar het belangrijkste was: wie stond er wel? Dan George. En ja, een spits die effectief o. bijna op die achterlijn staat. Ja, ik hou er wel van. Die, die staat waar te moet staan om te scoren. En, en daar heb ik van Jansen veel te weinig gezien de laatste week. Ja, Ja, ja ik weet dat niet. Ja, ik, ik vind het heel moeilijk om. Ik, ik wil Jansen niet afbranden, want ik vind dat die. Ik ook niet. Goeie match heeft gezien. Ik spelen. heb een ander idee voor Jansen. En dat is? Die op de tien zitten. Op de... Ja, ik snap het ergens wel. Die, zo die zakt zo ver terug. Die, die, die speelt bijna op de 10 op dit moment. En die kan de bal bijhouden. Hè, die heeft op dat moment nog een George die dieper staat. Die kan de bal dus ja, naar alle richtingen kwijt. Terwijl hij hem nu hem niet naar voor kan spelen met een tournament. Maar kunt je dat niet beter in plaats van Janssen op de 10 te zetten en wel als een soort valse 9? Dat af... kan ook. Uh, want ik, vind het, ik, ik, ik zie hem heel graag de, de Jaanse, maar ik vind geen een 10. En een draaiscirkel van uh, 3,60 meter, 60, denk ik. Ja, maar dan, heb je, dan heb je wel een andere opstelling nodig. Ja, dat is waar. Dan is geen een ja. 4,30 meer. Bon, we staan dan uh, 0-1 voor. Ik dacht toen wel van met die kansen die we gehad hadden, en dan naar Rappe 0-1. Minder tegenstander. Ik zeg ja, nu. De cat is, nog na, is not yet in the backy, maar. But... Almost. Almost in the backy. Uh, maar dan kwam op minuut. Wat was 22, 28, 26. Ik wil het kwijt zijn. Hey, niet zo halfweg de eerste helft nog, maar. Was er dan die pe penaltyfase fase uh, van Lierse? Dirk, penalty? Geen penalty? Voor, voor mij penalty. Ik ben iemand die snel de bal op de stip ligt en zeker niet mijn handspel. Want dat vind ik altijd zo wat een moeilijke. Maar in deze geval kan ik mij er wel bij neerleggen. Ja. Het was echt wel. Ja, het, het, is, het, van is Voila, het is penalty. het Maar die bal ging wel richting de, de, de lichtpalen. Die ging. Ja. <laughs> net ja. zeven meter boven de goal gewist. Tja, maar ja. W wanneer. Wanneer telt hem dan? Is het dan als hem ongeveer. richting doel gaat. Ja, maar ja, wat is richting doel? hè? Ik, vond dat, ik, snap, ik snap het ergens wel. Maar ik vond dat heel vreemd dat dat tijdens de rust of na de match werd gezegd door uh, en, en, en Of ik denk dat, dat Gert Vrij was. Die zei van ja, maar ja, die bal gaat zo hoog over. De laat zijnde, die staat daarop, die is drie, vier meter vandaan. Die ziet dat toch nog niet van die bal gaat hier veel te ver over. Die denkt toch gewoon op die moment: van ik moet, ik moet hier richting die bal springen. Maar dat je zo springt, dan kunnen je, je armen niet naast je lijf hangen. Ja, of je springt echt als een pinguïne. Ja, ja. Maar nu bon, het is het penalty-boon, ja, sowieso. Ik ja. vond dat goed, want dan kon er wel langer uh, zijn. Het is een 1-1. <coughs> Vertel, Jan pakt hem direct. Penaltij he? penaltij. Ja, als je het goed hebt. Ja. Slechte wat... kipper. Slechte kipper. <laughs> Het staat dan 1-1, over penalties gesproken hadden wij er moeten krijgen. Er zijn zo twee fases, ik met Balikwisha en dan nog een speler, wie ik niet meer weet wie het is, of ik denk -ja. dat Of Ileni Kenna was, ik weet het niet. Nee, ik denk een... Moeja, die had een hele harde duw, kreeg ja. Ik. Of ja, of nee, de, de bal was al weg en die kreeg daar toch nog een, een, een stevige charge. Van, de bal van Moeja was, wat mij betreft, geen penalty, want dat was bal en man, maar wel bal. Mm -hmm. Die ander, weet ik niet. Ik ja, maar dat het. was al voor buiten spel. Ah. En daardoor was het geen penalty. Ah, oké. Okay. Dat, dat, dat was de reden. Nee, wat ik het uh, stuk gezegd heb, want dat heb ik ook maar uh, in, in een flits gezien. Want ik was juist moment aan mijn terras teruggekomen. Um, dat is, uh, voor mij was het, allee, de beelden ja, dat ik achteraf zag, was twee keer geen penalty. Dus uh, ja, ik vond het, uh, ik vond het wel oké. Okay. Ik vond het eigenlijk een goede matchfluiting ook. Dus. Ik vond het vond wel fijn om geen effect te hebben. Ja ja. ja, ja, ja. Er is geen discussie. Witte punt, oké, okay, go. En, en zelfs als dat het dan fout is, ja, oké, okay, zo so be it. Uh, fouten je het. Maar maken is menselijk. Maar je zult dan maar in de laatste minuut de, 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 de winning goal afgekeurd zien worden. Ja. Waar je achteraf duidelijk ziet van, ja maar hij is nog ah, oh, Die, die emotie hoort er ook bij. Hè? Dat is de emotie die we allemaal kennen van vroeger. Dat je frustratie hebt. Ja, een ja. Ja, frustratie hitte. Ja. Ja. Um, ga, ik, ben ik, ben, ga ik te ver als ik zeg van dat de, de 1-2 de schoonste acties. die wij dit seizoen op de mat gelegd hebben? Nee, maar het is de schoonste actie die tot een goal leidt, denk ik wel. Ah, ja. Ik denk dat we nog wel schone acties hebben gehad. Bijvoorbeeld de vorige match, dat Bataille scoort, dat was ook een heel schone actie, vond ik. Uh, maar dat was dan buitenspel. Maar, maar dit was effectief een goal. En heel zuiver gespeeld. Ja, heel mooi. Dirk, was het voor u de schoonste actie? Of? Ja, voor mij wel. Ik vond uh, lang geleden dat we nog eens echt een, een, een heel schoon doelpunt met voorbereidend werk hebben gehad. Want we uh, mochten die vorige gol van uh, George van tegen Brugge. van ik ook heel schoon, afgewerkt. Maar deze was het totale plaatje. Ja. Hè? Dat is uh, de manier waarop je deze. Af, sorry, de afwerking is misschien nog het minste. Maar de manier waarop je heel de voorbereiding doet. Ja, zoals dat je als trainer dat absoluut graag wilt zien. Hè? Is de moeilijkste bal die van Ekelenkamp? He, dus. Moeja gaat over de bal doen. Hoe noemt u het? Nee. Een dummy. Dummy? Nee. Hoe noemt u het? Dummy, toch? Ah, ja. die doen een dummy en ja, ik weet niet of hij die, die een bal verwacht. Ineens is die een bal. Daar Je moet hij toch nog gecontroleerd hard genoeg. Ik denk, ik denk naar... dat Moeja dat doet omdat Kemp iets geroepen heeft. Los of ik. Ja, ik. Ja, ik. Oké, okay, ja. dus hop, ja. en dan witte steek door. Dus ik denk dat Ekkelenkamp die Ekele Camp... Die je wel verwachtte. Ja, of misschien is het inderdaad iets dat ze op trainingen eh, ja. vaak genoeg oefenen. Wat, wat mij ook wel, wel opviel, was uh, de goal zelf. Oké, okay, het was een lege goal. Het was... Maar hij legde hem wel schoon even de paal. Ja. Ik had eerder zoiets van, hij legt hem gevaarlijk dicht bij de paal. <laughs> Ja, nee, ik, ik zie dat anders. Ik zie dat als dat een kipper dat we hem niet kunnen pakken. Ja, ja dat is waar. maar hé, En daar komt het fundamentele verschil nou, tussen Geron en ons. Tussen mij en Dirk. Dirk en ik denken onmiddellijk van... Oeh. Dat was uh, slecht geraakt. En Geron denkt, hoe getrapt. Hoe... Want dat er ah, een ja. keeper staat, moet ernaast trappen. Ah ja, anders schotten in het midden van de goal. En, en dan ik, herken ik een spits... Die weet weet van oké, okay, die bal moet niet midden van de goal. Die bal moet sowieso een kantje en zuiver binnen. Proper gedaan. Oké, okay. blijven we de, uh, de, de George. <lacht serpent into> <laughs> nee, want derde goal nu in, uh, uh, in drie matchen. Ja, yeah, dan is die Jansen denk ik heel jaloers op. Moet hem nu blijven staan, Dirk? Ja, een goede vraag. Hè. Dat, is, uh, dat, is, dat is een moeilijke hè, Want uiteindelijk speelde nu nu hey, tegen, tegen Liersen. Wat toch op papier al wat gemakkelijker is. Uh, Borij tegen Bruggen ook laten zien dat hij het kan. Maar ja, het hangt niet altijd af van ene speler. Hè. Ik blijf het zeggen. We spelen soms gewoon te zwak. En dat ligt om, om nou, 70% van ons ploeg. En dan worden de Jansen vervangen door George. Als u, uw flanken en uw middenveld gewoon een, een rotmatch spelen, ja, dan rot een George het Alliant van voor ook niet de dus, nee. onze. Uh, dus, maar, maar het verschil met, 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 met Jansen is dat je dan George ook echt diep kunt sturen. En, ja, dat en dat die speelt. optie hebben we bij Jansen niet. Nee, je nee, speelt anders. Hè? Pakt hij een bal? Ja, je speelt anders. Nou. He, dus uh, je kunt met, met George die flanken hebben, maar ook die, 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 die diepgang. En, en dat mis ik echt bij, bij Jansen. Ja. Ja, die gaan nooit diep, die neemt die een bal. En die kan niet met tenders. Maar ja, als, als dat middenveld niet aansluit of de, de flanken niet, dan is, krijg je geen diepte en dan keert je een bal terug. En dan, ja, dan, dan stopt hij een aanval, zo halverwege het veld van een van tegenstander. En met George, die, die, gaat die, die gaat gewoon diep en soms heten hij hem en soms niet. Um, ik vind dat wel fijn. Zo die, echt die, een superdiepe spits. Het verschil tussen ja. die twee is ook als je. George vier matchen of vijf matchen niet hadden zien scoren. En dan bedoel ik niet nu direct, maar gewoon in de toekomst. God er veel rapper op zagen dan op Jansen. Omdat hem gewoon minder werkt en je gaat hem echt afrekenen op doelpunten, want daar staat hem voor. Terwijl op Jansen zijn we eigenlijk al ja, vanaf het een bij ons shot nooit slecht gezind geweest. Want ja, die werkt ervoor, die, die smet zijn kop, die tackelt, die doet. Scoorde dan vijf, zes matchen minder. Ja, dan, dan nog bleef hij erachter staan, omdat je weet dat hij dat in zich heeft, maar ja, dat, is, dat is voor een George ook belangrijk. die zal zijn doelpunten wel moeten maken. Want je neemt die werklust en die, die werkkracht niet als, als Jansen. Dus dat, ik vind dat een gevaarlijke voor die jongen van 17 jaar. Laat hem gewoon maar doen wat hem nu doet. En ik denk dat Jansen toch nog de voorkeur moet hebben. Jammer genoeg, want ik vind, vind George... Ik zou hem veel liever veel minuten zien maken. Maar ik denk dat Jansen toch nog net iets kwalitatief veel hoger staat. Ja, maar als we geen, geen goals hebben, dan, dan winnen we geen matchen, niet, Dirk? Nee, nee. Maar dat moet niet alleen op Janssen zien. Hij moet ook naar, uh, naar ons aanvallende middenveld zien, in onze flanken. En die, die stellen mij veel harder teleur dan Janssen momenteel. Uh. Okay. Ja. Misschien voordat we de rest van de match bespreken. Ik was wel heel... Ja, trots is dan een vreemd woord, want ik heb er verder geen aandeel in, maar... Je ziet mij zoveel jeugd te En heel veel eigen jeugd. Mm -hmm. um, je hebt Corbani. Je hebt Vermeer. Je hebt Van den Bos, Je hebt nu. De Laat. Eigenlijk ook nog een jeugdproduct. Hoewel hij je ondertussen al 67 jaar is. maar... Zo, Richie. <laughs> maar uh, ja, op een of andere manier. Dat is me, maar dan is dat toch. Oh, dat zijn ons gasten. Dat zijn zo. De. de, de... De jongetjes die ineens vinden zijn geworden. Ik vind dat wel graaf. En dan zo'n er een Eleni Kena die, die 17 is. De Koulibaly, die er dan nog in valt, die ook nog maar 20, 20 is. Dat is heel we, jong hè. Ja, ja we spelen eigenlijk met de, met de UEFA Junioren. Vorig ja. jaar, er een heel jaar liggen lachen met Anderlicht erop. Weet je dat nog? Met de u 13 ja, van Anderlicht? Ja, maar die waren zes jaar. Hè? Maar eigenlijk hebben we nee. ook een extreem jonge ploeg, dat is inderdaad zo. Ik, vind, ik verschiet er zelf ook nog van. En ik was gisteren was ik nog naar uh, die andere club uit Antwerpen aan het zien, tegen Brugge. En, uh, die Bels, ik ja. Er ook, Ja, die, die iets andere dan nog. <laughs> en ik zag daar ook die, die Meijer, en blijkbaar is hij ook nog wel echt jong. Terwijl ik die Twintig, al, ja, ik. Ik ja. dacht dat hij eigenlijk ouder was. En uh, ik heb dan inderdaad ons ploeg zien met, met jongens als Vermeer. Koulibaly, George en, en Corbani en heel de dingen, dan hebben wij echt wel een extreem jong elftal en, en buiten de oude en, en inderdaad te laat zitten er toch heel veel uh, Ik ja, ekele, 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 ekele Camp heeft, is, uh, ook jong, ah, is ook jong, hè? is ook jong. Het zijn allemaal een... geen, geen, geen eind-twintigers en begin nee, 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 toch? Nee, nee. dat zijn echt nog jonge gasten allemaal. Hè? Nee, nee, dus ik vind dat wel chapeau. Ik uh, vind dat ja, wel chapeau met zo'n ploeg. Ja... Een, ik ga niet zeggen een primeur, maar we hebben gescoord op een, een stilstaande fase, zeg? En wat voor de kopbal van de Richie. Uh, Geron, talk us through it. Wat gebeurt er allemaal? Ja, uh, Ricci houdt zijn armen bij, zodat ze hem niet tegen zijn armen komen, die een bal. En hij laat zien dat dat een hele goede kopper is. Um en ja, hij, hij ligt je schoon in het hoekje. Gollen zult wel gedacht hebben. Oei, het is bijna naast. <laughs> maar voor mij hebben ze dat zuiver weggelegd. <laughs> Ik denk wel dat dat een hele harde kopbal moet geweest zijn. Want die keeper bougeert niet. Het is niet dat hij. Kortom. Het is niet dat hij een bal in een, in een hoek verdwijnt. waar je als keeper niet aan kunt. Nee. Het dus, moet wel uh, gezegd worden dat gisteren de voorzitter en de corners. Beter waren beter. dan de afgelopen weken. Ja, dat oh. ja, is dat. Je gaat er nog geen prijzen mee pakken, maar het was al wel beter. Ja. Zwaar. Um, ja, en blij ook voor Richie, denk ik. Hij is zo, die, die toch niet de makkelijkste maanden achter de rug met wat blessure leed en vorig jaar een titel toch wel kunnen vieren, maar niet, ik denk dat als je het aan hem zou vragen, dat niet 100% zijn een titel is, maar voor 96% of 95%. Mm. Dus ik zou wel blij voor hem. Dirk? Ja, ik vond hem de vorige match, heb ik het ook gezegd, hè, dat, uh, dat ik hem eigenlijk best wel goed vond. Zowel tegen Brugge als tegen. Wat was er voor, Schaller, wat, denk ik. Vond ik hem, vond ik hem eigenlijk. Ik uh, ja, vind het niet slecht. Uh, hij heeft inderdaad een, een heel zwakkere periode gehad. Maar ik moet nu zeggen, tegen Brugge vond ik het al, uh, al echt wel goed. En nu tegen Lierse was het uh, sowieso wel oké. Okay, dus uh, blij voor hem, inderdaad. Ja. Even advocaat van een duivel spelen, spreken, spelen. Um, valt die goal of op vrij een vrije trap, omdat het niet tegen een, een Jupiler Pro League ploeg is? Krijgen we hier meer ruimte? Doet dat pak weg tegen Cintruide, tegen. Uh, enfin, de ploeg maar op. Nee, want als je ziet, um, elke week worden er in de Jupiler Pro League ook goals gemaakt op. Hoekschop. Dat heeft gewoon te maken met goede ballen krijgen in, met die hoekschop. En dan kun je altijd scoren met, met, met stilstaande fases. Dus dat gebeurt in, in de hoogste klassen, dat gebeurt in, bij, bij Man, Man City ook nog even. Toe. Dus alles begint met een goede voorzet. En als je dan een goede kopper zet, en die hebben we al de wereld... Hey, uh, Stot er ook altijd en een kolibalie komt mee nog voor. Als je een goede kopper zit, ja, dan heb je gewoon een goede bal nodig en dan maakt de kans. En als die dat gevecht goed aangaat, ja, dan, dan kan dat. Dan kan zelfs een, een vermeren af en toe koppen als het een goede bal is. Weet je? Dan moeten we hem nog wel even wijsmaken dat je ook moet leren koppen. Dan. Uh, maar als de Ik bal goed is, ja, dan <kacht> alles prima met je zit. Dat is waar, maar buiten Oulari vond ik niet dat Lierse veel gewicht in de schaal kon, kon smijten. Die hadden weinig en weinig gestalte. Zwaar. Er zaten niet echt heel, heel veel vissen. serieuze beren tussen. Maar, ja, nee. de, ze gaven ook gewoon veel ruimte weg van zowel verdedigend uh, mee voorzitten als, als gewoon algemeen. Voor, voor dan inderdaad uw in match van het jaar te spelen. Vond ik het ze eigenlijk best wel uh, redelijk lax oppakken. Ja. Oh, pas op, ik, ik vond die de, de tweede, de tweede time wel goed beginnen. Ja. Um, en Zes alleen zie je dan die de laatste bal er niet uitkomen, maar ik heb die op middenveld af en toe wel, wel schoon combinaties gezien maken. Dus ik denk van, ja, er zit nog wel wat in die ploeg en die moet nog groeien ook. Ook een paar heel jonge gasten, precies. Um, en vergeet niet eens dat hij de landskampioen is. Er mag een verschil zijn, hè? Allee. Er moet een verschil zijn. En ook het budget van, van Lierse. Ik ken de Luc van Tillon. <laughs> dat budget is een pak lager dan dat wij als budget hebben. Hè? Ja. Dirk, je hebt hem straks al eens vernoemd. De kobalgehol van obi Oulare. Wat was dat? Ik denk dat niemand dat weet uh, wat dat er gebeurde. Uh, ik denk dat hij het zelf ook niet weet. Veel uh, was even een blackout. En hij zei gewoon van ja. inderdaad: ik, ik moet scoren. En, en zoals we van de week zeiden: bal, bal, bal. En die, die, die wilt je erin koppen. Maar ja, ik vind het wel jammer voor hem. Want ik heb het altijd er wel voor gehad. Ik vind dat heel erg, deze carrière-agressie. Ik vind hem een hele sympathieke. Ik heb er een keer of drie, vier een interview mee gedaan ook. Super sympathieke gast. Super toffe gast. Uh, ik heb niets aan lof eigenlijk voor hem En Ik had nu gehoord dat zijn zesde, zevende, achtste match op rij is dat hem aan het spelen is. Ja, als het dan inderdaad maar bij Liersen moet zijn en niet hogerop, ja, dan is dat maar zo. Maar ik ben gewoon blij voor hem dat hij wedstrijden kan spelen zonder blessures en, en zonder te hervallen. God aan een topper worden of nog terug worden. Ik heb er mijn twijfels bij. Maar ja, niks, niks aan lof voor die jongen. En, uh, Goed dat dan voor ons scoorde. En, en jammer voor hem, maar ik denk niet dat daar hij, hij daar. Uh... Hij vertelde achteraf dat hij een duiken had gekregen. Nu, ik heb die fase zes keer opnieuw no, bekeken. Ik denk het niet. Nee, geen duiken gekregen. Ja, het was maar. misschien de wind of zo. Maar een duiken zat daar niet tussen. Nee, ja. het was zo belangrijk <tomt> als je een bal naar boven gooit. En ik wil Obiolari nog niet. Um, benoemen als iemand die niet kan schotten, maar als je naar iemand een bal gooit die niet kan schotten, die springt eerst en tegen dat hij op de grond is, krijgt hij die een bal dikwijls op in de kop dat had kibel bij Ola, Ola, dat was precies over die sprong, die kwam op zijn op de grond en dan kwam die een bal op zijn kop en die kon die anders dan die ofwel, ofwel was dat een, een, een open sollicitatie van, hé hey, mannen, mag ik terugkomen zie je dit, ik kan scoren <laughs> ja, dus en een die, die, eh... ik denk dat een van onze jonge gasten er tegen duwt ik denk zelfs als je met een camion tegen, tegen een kegeltje rijden, dat gaat het niet voelen. Hè? Ja, nee, nee, dat is waar. Maar een kolos van een mens, hè? Uh, ja, 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 ik heb hem ook al een paar keer. Uh... Hey. Toen dat hij nog bij ons speelde, ging ik wel ging ik eens mee op, op winterstage en zo naar Spanje. En dan staat het ernaast en is dat wel zo. Ik zie nu zelf geen kleine, smalle. Geep, maar dat is inderdaad toch nog wel een andere forel dan als het u staat. Uh... <laughs> ja. Een andere wat? Een andere so, forel. forel? Ja, een forel. <laughs> een geep. En waarom kiezen forel? voor die vis? <laughs> ah, ik weet niet, ik eet geen vis. Noem eens een hele grote vis, Geron. Ja, een walvis? Een orka? Ja, <laughs> <vind> ik... <laughs> ja, dat vind ik dan zo'n beetje denigrerend. Een karper? Een, een snoek? Een snoek, haal vooruit. Zeg... Um... Hoeveel conclusies mogen wij trekken uit deze match? Eh, want we kunnen zeggen, het was al, het was al veel beter, we, we combineren beter, we scoren beter, het is minder getafel achteruit. Uh, maar, het is maar, met alle respect, het is maar tegen Lierse. Hoeveel conclusies mogen wij nu trekken? En hoeveel vertrouwen kunnen we eruit tanken voor, voor het, het belangrijke 3-luik dat eraan komt? Ik denk niet te veel conclusies. Maar ik denk dat het goed is dat we nog eens gewonnen hebben, dat hebben we nodig. Want als we nu op ons doos hadden gehad, dan denk ik dat we wel crisis hadden gehad <laughs> in, in Antwerpen. Uh, dus voor, de, voor het gevoel is dat goed. Voor die jonge gasten die hebben kunnen spelen, is dat goed. Maar dat is nog geen waardemeter. Um, want want ja, een beetje de, de ziekte van de afgelopen weken, zo daar rondgetikt. We zijn weer zo uit de kleedkamer gekomen. Hè? Mm -hmm. En ik had zoiets van: Kom aan mannen. Het moet toch zo plezant zijn, een iets mindere ploeg, kun je kunt hier misschien 5, 6, 7, 0 maken. En God, er toch eens voor amuseerdelen. En dan zie je er dan weer inkijken na, na, na de pauze, dat ik denk: van... Allee, komen die er dan weer zo, zo naar buiten? Ik vond dat, ja, ik ben nog niet 100% tevreden. Zo. Nee, ik ook niet. Ah, ik ben tevreden, maar niet 100%. Nee, het kan rapkeren. We gaan niet te negatief doen, maar, maar inderdaad, als je maar een puntje pakt of verliest tegen Genk en daarna Porto, nou, dat wordt sowieso al een heel lastige, want dat is een ploeg die qua budget en qua kwaliteit erboven staat. Dus je kunt daar alleen maar hopen op een, op een heel goed resultaat en dat is mogelijk. Maar verliest die twee matchen en, en het gaat toch weer wel uh, zwaar worden, hè. want het zijn is, is zwaar tegenstanders dat eraan komen. Nu, als je tegen Rees in Genk. Welk? En dan nu, is het standaard en dan hè? Mm -hmm. ja, ja, inderdaad. Ik zo buiten, maar als je wint van Genk. En Porto Shakhtar, ja. Als je wint van Genk, dan, uh, ja, dan kun je wel erin in die stunt geloven. En, en is dat vertrouwen van tegen Liersen, hebben er een vervolg om gebreid. En dat kan wel interessant zijn, natuurlijk. Maar inderdaad, na Liersen is nog niet alles uh, roze geur en maneschijn, denk ik. Ja, weet je, de, de, de vorige match tegen Brugge, uh, het stond een dag daarna in de gazet, uh, dat Buté 80 keer een bal heeft gekregen. Sorry, maar dat is erover. En dat, dat balbezitsspel, dat heel traag langs achter. Uh, ik heb dat ook, ook in de, allee, de match tegen Shakhtar en tegen Porto, heb ik daarop gevloekt. Ik heb zoiets van, nee, wij, wij moeten geen spelen tegen zo'n ploeg. Echt niet, ik geloof dat niet. Hey, toen wij vorig jaar, of twee geleden, tegen Tottenham hebben, hebben gewonnen, hebben wij ook niet op balbezit gespeeld. Nee, wij hebben gespeeld op keihard uitbreken en voor de rest een, 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 een vesting bouwen en ik kom eraf. En, en wij, wij, wij spelen nu balbezit als we Barcelona zijn. En, en ik snap dat niet. Ik ben een beetje naïef. Ik kan dat niet aan doen. Mm -hmm. En ik zou, dat, ik zou echt 20% balbezit weg willen, mm -hmm. maar wel die drive naar voren, elke keer die een bal. En, nog voordenken en proberen kansen te creëren in plaats van tik, 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 tik. We hebben controle. Ja, als je dacht, we hebben een Keeper shot natuurlijk controle, maar. Pff, ja, uh, In minuut, 70, ik gooi er een getal naartoe. Hebben we vier wissels gedaan? We uh, er zijn er ingekomen: Janssen, Kerk, Yuke en Koulibaly. Um, als ik even voor mezelf mag spreken Jansen vond ik degelijk invallen die nog probeert zijn grootste te maken dat is niet gelukt, ja. jammer maar, uh, ça va in UK, veel goede wil weinig geslaagde acties vond ik Kerk, ja. op zijn kerks onzichtbaar onzichtbaar, <laughs> bracht weinig bij en Koulibaly gewoon degelijk 6,5, ja. 7 um, tja, het wordt stilletjes uit onze flanken Bali en Moeja zijn waarschijnlijk inderdaad de twee beste die we nu kunnen opstellen. Of moeten we toch EUK nu toch maar eens een kans geven met het SAVA-invalbeurt van gisteren? Nee, dat denk ik niet. Nee. Nee, die, uh, heeft hij Heeft hij niet slecht gedaan en ik, ik geloof er wel in dat hij moet spelen. Maar. Uh... Niet tegen deze ging. Nee. Dan in minuut 85. En ja, ik was dan echt trots en blij voor ik ook. Milo Horemans. Uh, ik hoop echt oprecht dat, dat, dat wij binnen een jaar, zo zeggen wetten, nog vorig jaar zo heerlijk vermeren, in ingevallen in de beker tegen Beveren? Of was het, enfin, ik weet Nee, niet. tegen Brugge. Tegen Brugge. Enfin, ja. Ja. Of ja, dat er ervoor misschien al eens ingevallen was. Maar enfin, zo. dat gevoel, ik hoop echt dat, dat, we, dat we opnieuw weer zo'n ene uh, te pakken hebben. Uh, wat vonden we van die uh, okay, Weliswaar korte invals. Ik vond die Kago. Zijn <laughs> de, 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 de eerste actie was de bal wegdraaien uh, ja. en, en hij, hij moest al neergelegd worden. Want hij, en er is het hem weg ik had zoiets van, ja, dat is zo'n klein, vinnig spelertje dat eigenlijk ideaal op een tien is, vind ik. Alleen, als je die uh, en met Youssef, en Vermeeren en Vermeer, en uh, Horemans, dan wel een heel klein middenveld hebben, uh, van gemiddeld een meter 50. Maar, maar ja, die, die stralen die was vinnig, die was snel, die heeft niks fout gedaan, denk ik. Uh, ja, ik wil daar echt wel meer van zien. Dirk? ja mening ik mening over Milo Horemans? Ik, ik kan dat wel volgen. Uh, ik was ten eerste ook al heel blij dat hij een uh, minuut mocht maken. En, en ja, die, die straalt ook zoiets uit, weet je. Uh, ja, da, da, daar geloof ik wel in. Uh, dat gaat niet, niet de man worden die vanaf volgende week, zoals voor een uh, 38 matchen aan een stuk kan spelen. Maar die die het wel. Die is zo wat wel. Uh, ja, dat is schattig gedoe. En, en die kan wel ballen volgens mij. En die neemt er ook nog plezier in. En lot die inderdaad, maar regelmatig eens wat minuutjes maken. En, en ja, lot ons hopen dat dat alleen maar in stijgende lijn kan gaan. Er wordt heel veel positief over gedaan. Dus lot hem, het, uh, lot hem ermee regelmatig proeven van, uh, van topvoetbal. Is dat volledig eigen jeugd, Den Hormens? Dat weet ik niet. Weten we daar al iets meer over? Geen idee. Jot. Van wie is hem? Duin en Noord. Ja, dat is waarschijnlijk. Nee, ik weet het niet voor wat hem is. Maar, de Mela. Of de Mela. De Mela. De, de mela, uh, Ja, hij is, hij is wel rode duivel speel bij de U18. Het is natuurlijk wel voor hem, Dirk, gezegd, minuten maken. Hij komt natuurlijk wel dan, dan kun je eigenlijk op die positie alleen maar invallen de match dat al gespeeld is. Hè, dat je een 4-0 en een 3-0 staat en dan kun je hem in minuut 80 brengen. Ik vind het, dat niet. Het is wel een cruciaal Nee, het is toch een cruciaal nee, positie geit, 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 om nieuwe gasten... Ja, om sowieso, maar je hebt niemand anders. Dat is uw eerste invaller op het middenveld momenteel voor mij. Um, ondanks dat hij misschien kwalitatief veel minder is als, als mm -hmm. Keita, Youssouf, uh, Ekelekamp en noem maar op... Maar nu dat Keita geblesseerd is, is dat voor mij de eerste middenvelder die je meest centraal mag lopen. in de plaats van Youssef of Ekkelenkamp of Vermeer. En als je daar moet wisselen of zult wisselen. Ja, ik zou niet weten wie dat we anders in het middenveld gaan zetten centraal. Ja. ja Oké, okay, ja, nee. Oké, okay, Ik volg wel. Nee, vorig jaar zei hij ook van de Vermeer. Van, we moeten die rustig brengen, we mogen er. Geen ploeg, je moet de ploeg nog niet trekken. Zie je dat je nu staat? Ja, maar... Al vond ik hem is er wel ongelukkig met mijn momenten ook. En, maar, maar iedereen heeft die kwaliteiten natuurlijk. Eh, een paar een weken. Nee, nee, voilà. Maar, maar, nou, voor ja. mij mag dat een eerste wissel zijn op het middenveld als je een van die mannen eraf gaat halen. Uh, ik heb dat liever hem dan bijvoorbeeld een bent Bentin. Ja, maar misschien niet tegen Brugge, geen Union. Maar wel, maar wel tegen RWDM. Het is, het is beter Best en gemakkelijker door, om het te doen, ik. inderdaad, in een thuismatch tegen Westerlo. waar je 3-0 voor staat en inderdaad opgenk als je 1 2 achter Maar als je, als, je, als je het met deze ploeg ook niet kunt zonder horemans, ja, dan lot hem maar meedoen. En lot hem dan wel maar eens laten zien wat hem kan. Hè. En voor hetzelfde geld. Vindt hem die drive en, en die dingen wel, en, en zit hij in een topflow, en dan ja, gaat hem alleen maar de vruchten ervan plukken. Hè. Ja, voordat we vooruitblikken naar de match tegen Genk, um, kort een intermetshoeken met wat Varia. Uh, we hebben een uh, jarige Moeten binnenkort. we dan zo een, een, een ding hebben? Zo een een uh, jingle. Een jingle luiden. Pam, pam, pam. De Varia. Oké, okay, ja. Pam, pam, pam. Oké. Okay. <laughs> we zitten met een, een jarige binnenkort, 100. Uh, een eeuweling. Ja. Geron, ben jij uitgenodigd op het uh, verjaardagsfeestje? Van het stadion. Van het stadion, de Bozzel. Nee, nee, nee. En ik heb er nog tens al zoveel tijd mee versleed. Ik dacht, dat, erbij, wij zeker. dacht ik dat wij vrienden waren, maar op ja. vertoemen. Hoe was nee. dan die opening destijds? Oh, dat was, dat was plezant. <laughs> ja, ik vind dat wel... Tja, heel België lacht dan misschien wel met die oude tribune die het daar nog staat, maar ik vind dat toch nog wel... Ik vind dat wel graaf, honderd jaar. En, dat, en een van de graafste foto's zijn die zwart-wit-foto's vanuit de lucht getrokken. Waarschijnlijk een vliegtuig, en een helikopter destijds. Ja. Van dat die nog helemaal rond was. Dat dat rond nog weinig gebouwd was. Dat dat echt zo. leeg in de wei. Oh, ik, zo, van ja. dat, ik vind dat wel heel graaf. Ja, dat is zo'n Colosseum. Hè? Zo... Ja, dat... ja, maar ook die structuren van de tweeën. Die, 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 dat is echt zo'n Colosseum. In het Colosseum hebben ze ook niet. Een nieuwe tribune gezet, hè? Alleen, en er gaan mensen nu nog naartoe, dus misschien moeten we toch die, die tribune laten staan. Ja, maar... ja het is gelaten weer 100 jaar, man. Ja, ja. ja. Uh, onze U15, die gaan morgen, en dan uh, spreek ik over vrijdag, deelnemen aan de prestigieuze Algarve Cup. Dirk, dat is uh, uw regio zeker. Dat is mij Portugal? Ja. Uh, tegenstanders in de groep zijn noord Braga en Sydney. Sydney. Nou, we gaan winnen. winnen. <laughs> ja, Dirk, ken je dat? De Algarve Cup? Okay. Ik ken dat, ja. Uh, ik, ik heb uh, alleen niet dat ik daar uh, een kenner of zo van ben, maar uh, daar heb ik inderdaad al, uh, al wel van gehoord. En ik weet dat er regelmatig ploegen daar, uh, en ik denk zelfs dat de Antwerp daar nogal iets aan heeft meegedaan. Als ik mij niet vergis. Maar, uh, okay, nee, ja. Ja, ik merk nu ook uh, bij Reizen dat de, onze jeugd uh, regelmatig bussen huurt voor prestigieuze toernooien te spelen in, uh, wat is het allemaal, Tsjechië en Kroatië. En regelmatig met winst naar huis komt. Dus ik veronderstel dat dat, uh, ja, dat dat wel wat anders is dan uh, tien jaar geleden, dat wij nog. Uh, tegen uh, Tubbancia speelde en tegen uh, Broegem en, en vreemde sport, maar nu ja, dan uh, kom je jij van zo'n toernooi thuis en dan heb je het de finale gespeeld tegen AC Milan of zo, ja, en je wint dat, ja, dan is dat alleen maar om vier op te zijn als club denk ik, hè? Yeah. The future looks bright, zeg ze dan zeer zeer ja. breed dan misschien nog drie korte mededelingen mededeel moeilijk korte korte mededelingen pom 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 uh, zaterdag voor de match uh, onze club organiseert samen met de liga uh, de diabetes liga Um, een actie rond diabetes. Um, je kunt voor de match een vragenlijst invullen en zien hoeveel kans dat jij zelf maakt op diabetes. En ik denk dat ik het juist uitleg. Um, ja, blijkbaar is dat echt een groot probleem. Ik heb het zelf ja. niet. Ook niemand in mijn omgeving heeft diabetes type 1 of 2. Ik weet niet of dat bij jullie, jullie Mijn papa had uh, diabetes ah, ja, Twee op, of 1. Uh, We ja, die een type dat je krijgt door niet op te letten: 2. Twee. Ja, denk ik. Ja. Of ja. Ja. Enfin, ja, dus mensen, uh, doet er, uh, kunt er je voordeel uit halen. Ja, je krijgt uh. gratis suikerspinnen en. <laughs> <laughs> en snoep als je meedoet aan de actie. Ja, een echte cola, Nidia Zero, Zever. Ehm. Nog een uh, mededeling van algemeen nut. Kom zoveel mogelijk met de fiets of het openbaar vervoer of de voet. Want zowel het, uh, bij ons is in de Bos te doen, het Sportpaleis en de Lotto Arena. Dus het zal daar de moeite zijn qua verkeer. Of komt gewoon nog rond een uur of vier. En uh, gaan naar. De, ben je er in de uh, Lotto Arena in het Sportpaleis? Ik dacht, Geron de Willen, dat daar uh, zijn de eerste <stut> zaal. Nee, nee, nee met, de, ja, de, ja, ze, ze hadden mij gevraagd, maar ik wou de match zien, Dus ik heb gezegd. <laughs> Ja. Uh, en dan nog uh, ja, iets wat vandaag blijkbaar in de gezet stond. Ik heb het zelf gemist, maar ik zag het in onze WhatsApp-groep. We zitten met schimmels. Wie van jullie heeft groene vingers? We dat zitten met schimmels bekend. op het jeugdterrein. Ah, dat heb, ik, nee, dat heb ik niet gelezen. Ik dacht aan een schimmel, dat was, komt zo pas rond 6 december. Maar. Nee, enfin, iets van we zitten met, met een schimmel op de jeugdterreinen. en dat dat nieuw wordt aangepakt met pesticiden. wat blijkbaar niet mag. dan uh, hebben die gedaan met voetballen voor het seizoen. Wat ik wel. Uh, ai, vind het wel. Drama uh, drastisch, zal ik zo zeggen. Maar, maar uh, dat is toch kunstgras? Daar dan misschien niet. Ik weet het niet. Kunstgras-schimmel. Hebben <laughs> we overal kunstgrasvelden? Dat weet ik niet. Nee, ik weet het ook niet. Ja. Bon. Bon. De match van zaterdag. Ik zal met de deur in huis vallen met mijn eigen mening. Uh, heb ik, ik heb daar wel een beetje schrik voor, voor zaterdag. Hoe zit dat bij u, Geron? Ah, ik, ik ken u. Jij gaat nu zeggen dat wij geen met haar en huid gaan verslinden. Maar ja. kom, vertel waarom. Ja, ik, ik denk dat we die positieve vibe meepakken van Lierse. Ik denk dat het uh, een 3-4-0 gaat uh, Terug voetbal 34-0 eigenlijk. Ja, nee, een nee, 3-4-0. Nee, ah, ah, ja. um, Genk is zo kwaad op ons, voor vorig jaar nog. Daar hebben we die hun titel afgepakt, uh, in me afgepakt. In een 93ste minuut. Um, dus die, 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 die zijn nog woest. Maar die, die hebben ook nog twijfel en angst. Um, dus die zitten met hele negatieve gevoelens. En wij zitten juist met keihard positieve gevoelens. Hé, hey, hey, hier, hier redden ze weer de blijters. Dus ik denk dat wij er keihard goed gaan doen. Dirk, temper dat positivisme eens, alsjeblieft. <laughs> <laughs> uh, ja, dat zijn wedstrijden waar, <laughs> uh, waar ik ook schrik voor heb. Hè. Maar ik heb wel eens regelmatig schrik gehad tegen Genk. En dan Vorig jaar in een beker draaide dat fantastisch goed uit. Dus ik, uh, ik heb nu weer heel veel schrik. En ik hoop hetzelfde resultaat. Oké, okay, het is nu wel thuis. Maar uh, van mij mag een 3-0 uh, absoluut. Maar Genk is wel in vorm. En, en ja, ik blijf erbij. Wij niet echt. Maar laat ons hopen dat de Liersen uh, ons toch dat vertrouwen heeft gegeven. Ik weet het, en dat ik het toch... niet meer, maar ik weet niet hoe dat. aan mij ligt. Nee. Dirk is inderdaad even weg. Oei. Dirk, zei jij het even? Ik ben er nog. Dirk? Ja. Oh, Oké, okay. ça ja, we. We het even Oké. Ja, okay. ja maar, blijkbaar, maar ja. Maar... Um, had jij uw zin gezegd, dan pik ik gewoon in. Oké. Okay. Ja, ja dan. Uh, nee, ik zal dat... ook even... Uh, we pikken terug in. Ik zal ook even zeggen hey, waarom ik een beetje schrik heb. Um, ging zit in een goede flow. Um, ik heb hier de cijfers voor mij. die hebben al niet meer verloren sinds 10 augustus. dus dat zijn 17 matchen op rij ongeslagen. genuanceerd, wel. Er zijn ook tien gelijke spelen bij. Uh, ze slikken al vier matchen op rij geen enkele goal meer. en uh, ze hebben al wel een serieuze ploegen gehad. Hè. ze hebben gewonnen op Union. ze hebben gelijk gespeeld tegen anderlecht, STV, Club en Gent. Dus dat is niet slecht. Maar wat in ons voordeel spreekt, is dat wij al zeven ontmoetingen met Genk niet verloren hebben. Nee, we hebben in zeven ontmoetingen er maar eentje verloren. Maar nu zijn we al vier matches op rij ongeslagen. Dus dat spreekt natuurlijk wel. En wat jij zegt, Geron, die hebben wat. Wij zijn hun zwart beest of hun uh, angstgegner. Dus, en puur statistisch: hoe langer dat die niet verslagen zijn, hoe dichterbij dat die tegen in een eerste keer komen, dat ze gaan verslagen worden. Dus dat is nu zaterdag. Hè? Ja. Uh, de traditionele uh, vooruitblikvraag, Dirk, voor wie moeten we oppassen bij Genk? Oh, ik vind deze een redelijk moeilijk. Uh, in de dingen van, dat zijn er heel veel. Uh, meer als wat je bijvoorbeeld zegt bij Chalois of bij Sint-Ruiden. Uh, Anders ja, tot een ploeg hè, die dat... Die dat aanvallend voetbal kan brengen en, en missen vooraan inderdaad wel wat doelpunten. Uh, een een, een spits ja. uh, die, die een uh, grote Tolu daar, die doet dat niet slecht, maar is niet de, de goalgetter. En dan hebben ze nog uh, Sekiri, denk ik, uh, dat is. Maar ik denk dat daar ook weer vooral vanuit hun middenveld uh, momenteel komt. Met Heine, die dat het, uh, goed blijft doen. En, en ja, hun flanken zijn ook altijd... Uh, Hoeft voor heel wat assists en doelpunten. Dus. Uh, het zal niet gemakkelijk worden. Ja. Degene die er mogelijk zal niet bij zijn, is, is Peensil. Die is er blijkbaar de vorige match afgegaan. met, met een blessure. Ik vind dat geen. Uh... Goh, dat is, dat is, dat is geen. Uh... Di Maria, bij mij van spreken. Maar dat is wel een hele goede buitenspeler. Dus ik vind dat niet verkeerd dat er, niet, dat er die niet bij is. Ehm. Um... Wij missen Valencia, Keita, Engels, Vines. Hoe is het trouwens met Vines hier rond? Allemaal... Uh, Vines is op de terugweg, dus ik okay. weet niet hoe, hoe ver hij zit. Maar, ja. Uh, ja. Uh, maar hij zal terug volop op het meetterrein. Ik weet niet of de man minuten gemaakt heeft, maar ik verwacht die einde de week wel terug. Oké, okay. dus we missen Valencia, Keita, Engels, Vines, Engels terug en Omdreiken. Uh, ja, met de wetenschap dat we nu. En Bataille. Mm, dat is ja. niet. Ja, ja, er zijn zo'n paar. Wat ik lees, er zijn zo'n paar mensen die zo wat twijfelachtig zijn. Hè. Bataille, okay. Wijndal, alderwereld Die hebben zo wat lichte klachten. Uh, op de supergespecialiseerde uh, clickbait-sites werd er ook gewacht gemaakt van Eleni uh, Kenen. Maar die is er gewoon afgegaan met krampen, leek me. Uh, dus in de wetenschap, dat we. We hebben wat nieuw gezichten kans gegeven. Wie moet spelen zaterdag? Stel de hele ploeg eens op. Bute terug in doel, neem ik aan. Ja, ik neem aan van wel. eh, uh, Ritchie. Op rechts. Uh, ja. ja. En dan gaan we Bataille als we hem kan op links zetten. Mm -hmm. En dan daartussen ja, Alderweireld en Kolibali. En stel dat Bataille toch niet kan. En Wijndal is ook nog maar half-half. Toch, dan Corban. Corbani, hè? Ja, ja. absoluut. Ja. Corbani dan rechts en Ricci links? Ja, ja. Oké, okay. ja, middenveld hebben we niet veel... Uh... We hebben we niet veel keuze. Tenzij, Dirk, dat jij de Hormans toch al direct in wilt. Mm, we gaan nog even wachten, denk ik. Uh... Dus. Maar misschien moeten we eens een andere opstelling. Ik, ik, ik heb het even gehad met de 4-3-3. <laughs> um... Ja, er gaan stemmen op van een 3-5-2 of een 4-4-2. Ja, een 4-4-2 zou ik dan opteren. Met vermeer en Jozef in, in het midden. Twee flankspelers en dan twee van voor. En dan Jansen die wat afhakt. Jansen die wat een beetje mee afhakt, ja. Ik heb... Worden dat niet overlopen tegen Gink Want die zitten met Elkanous, Heine, Rozovski. Dat als, als, als wij degene zijn die het initiatief nog voor hebben, dan moeten ze naar erachter en dan worden niet overlopen. Maar dat. Ja, dat snijdt langs twee kanten, mes. Ja. Je, je kunt een, 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 een goede winger van achter houden, hè, door heel aanvallend te gaan spelen. Maar wat ik beu ben, is zo dat getafel van achter en dat 0-1 verliezen. Dan verlies ik liever met een 3-4, waarin dat we uh, klop hier, klop daar, klop terug en, en uh, over en weer. Dan ik veel liever dan zo. Een frustrerende nu van ja, we hebben twee kansen gehad. Het had ook 2-1 kunnen zijn. Ja, ah, daar, daar hou ik niet oh. zo van. Nee, dat is waar. Dus, Dirk? Uh, volledig akkoord. Dus gaan we dan toch voor een drie-mans middenveld of. Ik, ik, de spelers, ik heb gisteren ook nog gezegd: of dat je nu Moeja of Kerk zet, of of Wisha, of, of mag niet uit wie, of je in een 3-5-2 of een 4-3-3. Je wilt gewoon drive zien. En, en in welke ja. opstelling dat dat is, of welke speler dat, dat is, dat interesseert mij niet. Um, maar je drive niet de Moeja zetten, hè? Ja, maar de rest moet dat ook kunnen. Weet je? Het is niet. Het is niet omdat je, dat je niet kunt voetballen of minder goed kunt voetballen, dat je alleen maar goed kunt lopen. Uh, je kunt, je kunt als, als goede speler in het middenveld ook drive hebben. En, en ik vond dat bij een, bijvoorbeeld een Rafael of die had dat ook. Ja, dat is maar een, een instelling dat je hebt. En, en als je dat niet kunt, ja, dan. Ik kom er volgens mij wat tekort, want uh, het is niet allemaal mooi, rustig en, en op het kan even rondtikken zoals de Geron zei. Daar da, ben ik ook beu gezien en ik heb dat vroeger bij Barcelona... Ik was ook anti-Barcelona, alleen om, omwille van dat. Daar kijk ik niet voor. Weet, God ervoor en, en, en geeft alles en, en smet u ervoor en Breng probeert inderdaad mooi voetbal te brengen, maar niet vanuit een zetel. Je moet, je moet een wedstrijden. De laatste half jaar bij Cirkelen zien dat. Ik drijf nog voor. En ja, veel ja. ook niet graag horen. Unionstijl ook, ook met momenten. Hè, van, van het mag af en toe eens over het randje zijn. En, 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 en ja, aanvallend voetbal brengen. En als het dan 4-3 is, ja, dan is het maar zo. Hè. Maar u wijgen al op voorhand van we, we maken 1-0 en we kruipen terug. Dat vind ik ook niet graag, punt. Ja, ja, ja. ja en Hij geeft nu een wedstrijd tegen Genk. Dat is ook, uh, ook een ploeg met heel veel jonge spelers. Hè. Dus het is een beetje de, de battle of the... De, de jonkies. Die hebben heel veel Bad, jong van talent. Van Voort en Alcanus? Die, die, die hebben die, die dingen. Die hebben Bonsuba, die flankspeler, zit daar nee, ook ja, nog bij ja. van 17, 18 jaar. En je hebt nog een sor En die Tolu is ook maar 21 en 20. Dus zitten ook okay, eigenlijk lucht. allemaal nog maar begin-twintigers. Um, dus dat is... Uh, ja. Op zich hebben die ook wel wat, wat jong talent daar zitten. Ja. ja, ik heb er wel schrik voor die, uh, die Munoz. Buiten dat ik daar, uh, een, uh, dat is een rotzak die je in je ploeg wilt, maar niet ja. in een ander ploeg. Maar die, ja, ik denk dat die dit seizoen weer al drie goals of zo, ik ken zijn, stad, zijn stads niet, maar die zal wellicht ja. weer al drie, vier goals gemaakt ja. hebben en, en 167 assists. Ja, ik vind dat altijd zo. Tegen dat soort ploegen kunnen zeggen: Ah, maar dat is goed, want dan is die veel weg. Dan, dan heeft onze flank veel ruimte. Of kunnen ik zeggen: Onze flank moet de hele tijd meeliegen, tafelen ja, met die, Ja, met het die is daarbij dat achteruit. je moet omdraaien. Dat moet niet als mijn rechter moeten zijn, omdat jij op hun veld zit. Hè? Ja, nee, nee, dat is waar. Dat is waar. Enfin, ik vind het een uh, vind, Genk, uh, jo, ik vind dat een gevaarlijke ploeg om tegen te spelen. Zeker, Ik wil sowieso niet, niet meer veelzetten. de voorzichtige ploeg zijn. Dat hebben we vorig jaar gehad, we zijn kampioen geworden. Ik wil de wat meer de spectaculaire ploeg worden. De, de ploeg die ervoor gaat, die hebben toen een keer met 4-3 verliest. Op de andere keren wel wint met 4-5-0. Um, met, met een drive naar -no voren. soms gaat er ook maar 1 of 2-0 in. Maar liever 1 of 2-0 met een drive naar -no voren dan zo. Oké, okay, we hebben 90 minuten voetbal gezien, we hebben anderhalve kans gehad. En we hebben één keer gescoord. Jui. Ja, je hebt dat toen tegen Charleroi vorig zijn. jaar ook gedaan. Hè? Je hebt uiteindelijk die match met 0 ah, ja. verloren. En toch ging iedereen met een best wel goed gevoel. Okay, je zegt gefrustreerd dat je verliest. Maar je gewoon niet slecht gezien naar huis van we hebben niks gebracht. Nee, we hebben 26 kansen gehad of zo Dus. 126. Ja, duizend. Ja, duizend kansen gehad. Duizend, duizend. Uh, nee, nee, dat is waar. Faja. Maar het is wat er, ik weet niet wie dat er straks bij, zei, van, uh, het is wel goed dat we Lierse nu positief uh, geëindigd hebben. Want nu kun je, bij manier van spreken, je kunt niet verliezen en er is nog geen crisis in het kot. En tegen Porto kun je verliezen, dat is, hangt de manier, gewoon vanaf de manier waarop. Je kunt dat Zo, tegen zoals tegen de... Brugge verliezen thuis, ja. uh, uit, uit in Brugge. Dat, ja, tuurlijk, dat, 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 daar moeten je punten niet noodzakelijk pakken, maar het is de manier waarop. Ja. Ja, maar ik vond, dat, ik vond onze tweede helft... Ay, we hebben Bruggen al besproken, maar ik vond de tweede helft tegen Brugge... ...waren wij wel de ploeg die het tichtste bij de over, het hardste overwinning konden claimen. Dus ik was Ja, dan ja maar we hebben in de helft niks gedaan, hè? Nee, maar we hebben veel helften dan niks gedaan. We hebben 80 voet. ballen op BT geshot. Ja. Maar die is wel heel goed tweevoetig geworden daardoor. Dus op zich is <laughs> ja, ja. Zo nader. van, hé hey, de moet nog wat trainen, geeft ja. iets wat balks? Ja, en op zijn slechte voet, hè? Want is op zo'n slechte, slechte voet, komaan. Voet, dat weet ik niet. Maar bij mafo, mij mapo en al fijn om elkaar. Ik ken geen fluit van voetbal, maar ik had vorige keer de pronostiek met mijn 1-4 toch maar just. Dus ik ga nu zeggen 2-0. Wat is die van jullie? 3-0. Kom aan, Dirk erboven. 4-0. Kom aan. Nee, nee, 2-1. 2-1, al even uit. En een golf van in de laatste minuut. Oh. Of we gaan we nog spannend mogelijk. Nu halen dat, nou, dat mis er nog wat dieper in te duwen. <laughs> 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 uh, Begonnen zijn rond. Uh, ik ga nog eens snel zien of dat we. Ik denk dat we de meeste vragen wel. Uh, ik had nog wel een uh, opmerking, Bob. Trouwens... Op? Zeg eens. Ik uh, ben niet zo fan van uw uh, kledingstijl vandaag. Ah, dat mag. Dat doet mij heel dat hard, hard denken om zonder... het, uh, het tenue van zult te waarderingen. Ja, die hebben zo'n donkerblauw, ja, het rood niet, hè, maar het donkerblauwe gedeelte met dat rood, die, die het spelen tegenwoordig zo in dat donkerblauw met rood met veel letters en types op. En ik ben al die een, tijd danken, zijn er... al heel aan het denken, dat ja. is... Wat zulke vibes, dat je mij, geeft? Nee, nee, je, je zou het moeten kennen, je, je kind het jaren tachtig. Ik ken nog een videocassette. Dat is, een videocassette. <laughs> <laughs> ja, dat is echt een... Ik heb wel een Zweedse kledinglijn en die hebben allemaal videocassettes. En dus dus ik, ik ben vandaag een VHS-cassette. Ik wil ook nog wel een opmerking geven, Dirk, uw kapsel. Um... <laughs> <laughs> ik heb het er gisteren al niet proberen ik... goed te leggen. <laughs> het is keis schoon, Dirk. Oké, dank je. Oké, wacht, ik ga nog eens grap op Twitter zien of we daar nog iets hadden. En anders... Ja, Gerome zit met Vines, dat weten we. Tip, 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 tip. Uh, ...verdient Georges stil aan zijn basisplek niet. Mm. Hopla, ik denk dat we alles gaan hebben. Ja, dan ga ik je graag nog heel, heel, heel hard oproepen... ...om ons te stemmen voor de oorkondes. We moeten eigenlijk een paar keer stemmen? Ja, ik denk dat wel, want ik heb ook twee keer gestemd. Oh, uh, oh, dan moet mij er maar eens mee bezig gaan. Ik denk dat je verschillende keren kunt stemmen. Uh, ik heb ook twee keer gestemd. Um, en... Uh, ik heb ook al heel veel... Ik heb dat op Facebook gesmeten. Ik heb al heel veel uh, mensen, van wie ik niet verdenk, dat die ooit al een voetbalstadion van dichtbij hebben gezien, die hebben toch allemaal gestemd. Waaronder bijvoorbeeld mijn juffrouw uit de eerste kleuterklas uh, van uh, 3000 jaar geleden. Nou, dus, ja, maar dat is een zware fan. Wist ze niet? <laughs> ja, blijkbaar. Of van mij, of van de ploeg. Ik weet het niet meer. Dus ik wil maar zeggen, mensen, je moet niet alleen denken van wie zou dat kunnen zijn, die voetbal. Nee, gewoon vraag het aan de bomma. Vraag het aan uw buurman, oh. vraag het aan de, de babysitter, of, of vraag het aan iedereen om ons te. te de de chauffeur van ons, ons hebben ook de opdracht gekregen: de mensen mogen niet in de bus stappen voordat ze gestemd hebben. <laughs> Oké, gewoon. All right. Nee, dus uh, Stempmannetjes, uh, de, de site van de oorkondens, uh, publieksprijs. Wij maken kans, dus. Uh, we zouden heel graag winnen. Uh, ja, dan rest mij alleen nog jullie heel erg hard te bedanken. Geron, Dirk. Ja, ik vond het heel leuk om nog, nog eens uh, terug te zijn. Bob, en, uh, dank je wel. Gij... Graag gedaan. Dus, uh, Geron, jij hebt gezegd dat uh, we gaan winnen als jij erbij zit. Dus, uh, ik reken er nu op. Dus, uh, ja. graag tot zo. Gooi avond. die angsten weg, Bob. Ik doe mijn best. Ik werk eraan met mijn therapeut. Oké, Man, ik is merci voor het luisteren en te kijken. En uh, tot binnenkort. Ciao. Yo. Ciao. ciao. Diolch yn fawr iawn am wylio'r fideo.